Ik wil heel graag naar de tweede termijn. Ja, meneer Jetten. Ik ook, voorzitter. Maar nog heel kort hierop. Want vanochtend heb ik de minister-president gevraagd... hoe kijkt het kabinet aan tegen die samenwerking met mede-overheden? En er kwam een heel mooi antwoord op dat ik ook volledig kon volgen. Het ging heel erg vanuit die gezamenlijke verantwoordelijkheid van rijksoverheid, provincies, gemeenten... om belangrijke taken uit te voeren die Nederlanders van de overheid verwachten. In dit geval fatsoenlijk organiseren van asielmigratie, zodat er humane opvang is... en Nederlanders daar geen overlast van ondervinden. Daar zijn bestaande afspraken over gemaakt. Namelijk dat als er ergens een knel zit in die opvangketen, dat er dan een regietafel bijeen kan worden geroepen, waarin alle verantwoordelijke partijen bij elkaar komen om te kijken waar zit die knel, waar kan eventuele extra opvang worden georganiseerd en hoe zorgen we dat dat zo snel mogelijk lukt. Verschillende gemeentes en provincies hebben nu gevraagd over de regietafel en het antwoord van de minister was: zoek het maar uit, ik kom niet. Dus nogmaals de vraag, op welk punt grijpt de minister-president in als een lid van het kabinet zijn of haar werk niet doet? Voorzitter, ik stel voor dat u daar het debat met mevrouw Faber echt zelf over voert. Ik kan op dit moment de afwegingen aan beide zijden onvoldoende overzien. En het lijkt me ook terecht om de eerst verantwoordelijke minister hier zelf op aan te spreken. Maar voorzitter, dan is mijn vraag eigenlijk, welke rol heeft de minister-president zelf? Is dat dan alleen maar het voorzitten van de vergadering op vrijdag en bij debatten in de Tweede Kamer vragen en antwoorden voorlezen van de voorbereide briefjes? Of ziet hij ook nog een rol als voorzitter van de raad die er ook voor zorgt dat departementen goed met elkaar samenwerken, bijvoorbeeld afstemming over juridische adviezen? En ziet hij ook nog een rol in het aanspreken van leden van die ministerraad als die hun wettelijke taak niet voldoen? Of afspraken tussen mede-overheden aan hun laars lappen, die afspraken die jij zo heeft lopen prijzen aan het begin van dit debat? Voorzitter, de heer Jetten maakt wel hele grote sprongen. Rondom het vraagstuk van gemeenten die de minister niet kunnen bereiken, tot de vraag of de minister-president zich beperkt door het voorzitter van de ministerraad en het voorlezen van papiertjes. Het is een zware onderschatting van wat ik dagelijks doe. Heel eerlijk gezegd, ik mag me niet irriteren aan uw kamer. Dat past mij niet, maar deze opmerking die raakt mij wel buitengewoon. Ik ben hier niet bezig papiertjes voor te lezen. Ik ben niet bezig alleen maar de raad voor te zitten. Ik ben bezig om te zorgen dat we met het regeerprogramma in de hand Nederland beter maken. Dat we hier in het debat, in de Kamer, een open en eerlijk debat voeren. En natuurlijk laat ik me daarbij ondersteunen. Maar dat wil niet zeggen dat ik hier alleen maar papiertjes voorlees. Ik sta hier als premier van een kabinet wat dag in dag uit, vanaf het moment dat we zijn aangetreden, aan het werk is op de prioriteiten van Nederland, zoals we die in het regeerprogramma hebben aangegeven. Gaat het allemaal goed? Nee, ongetwijfeld zullen daarbij af en toe dingen niet goed gaan. En daar zijn we op aanspreekbaar. En dan gaan we daar ook met elkaar in overleg. En als het nodig is om mevrouw Faber aan te spreken, zal ik dat doen. Zoals het ook als het nodig is om wie dan ook in dit kabinet aan te spreken, ik dat zal doen. Maar dat doe ik niet hier en plein publiek op basis van informatie die ik niet meteen kan verifiëren. En ik heb u gezegd, er zal contact zijn met gemeenten die daarom vragen. Dat gaat gebeuren. Maar het is niet zo dat deze premier op elk signaal meteen zelf naar voren stapt om daar activiteiten te regelen. Dat is niet het werk van de premier. Het werk van de premier is te zorgen dat dit kabinet met alle opdrachten waarvoor ze staan, dat ze die uitvoert. En dan vind ik het buitengewoon pijnlijk om te constateren dat na een hele dag, precies 12 uur debatteren, u nu tegen mij zegt of ik mijn rolopvatting beschouw als de voorzitter van de ministerraad te zijn de papiertjes voor te lezen. Afrondend. Voorzitter, ik vind het goed dat de minister-president even uitsprak naar mij dat... Nee, ik had het aan uw gewaardeerde collega. Ik vind het goed dat de minister-president uitsprak dat ik hem irriteerde. Want daarna kwam een zeer bevlogen betoog waar ik zelf eerlijk gezegd al een paar uur ook naar op zoek was. Oprecht. Wij staan hier niet door te vragen en door te zagen voor de lol. Dat doen we oprecht omdat ik ook enorm bezorgd ben
door al die telefoontjes die je krijgt vanuit het land, van die burgemeesters en wethouders die zich in de steek gelaten voelden. Daar raak ik geïrriteerd als ik dan het gevoel heb dat er geen serieus antwoord komt op die vragen. En ik waardeer dat de minister-president hier zegt, natuurlijk, het gaat niet alleen maar over dat hoofdlijnakkoord in de hand. Het gaat ook over de vraag, hoe doen we dat dan vervolgens in de praktijk met die medeoverheden samen? Dus ik waardeer het antwoord dat ik zojuist daarop kreeg. Maar ik constateer wel dat alle signalen die vanuit die gemeentes komen waar ze met die opvangcrisis zitten, dat zij nu aan u ook vragen, doe dat dan ook. En zorg dan ook dat de regietafel bijeenkomt, zodat we het in de gezamenlijkheid kunnen oplossen. En als dat met diezelfde passie gebeurt als wat ik net heb gezien, dan geeft me dat meer vertrouwen dan eerder op deze avond. Voorzitter, mijn laatste blaadje. Bedankt voor het kijken naar Arnoens. Tot de volgende keer.